Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van woensdag 14 februari van Weerplaza. Het weer wordt vandaag nog bepaald door een hooggedrukgebied boven het noorden van Duitsland. Het is dan ook een vrij zonnige Valentijnsdag met volop zonneschijn vanochtend en een temperatuur tussen de 0 en de 2 graden. Vanmiddag ligt het kwik tussen de 4 en de 6 graden. Soms drijven er wolken voor de zon, met name in het westen en midden van het land. En de wind komt vanuit het zuidoosten. Die is matig windkracht 4 tot 5. Vanavond raakt het geheel bewolkt. In Zeeland gaat het regenen. En in het oosten van het land koelt het af tot rond het vriespunt. Daar is vannacht kans op natte sneeuw. En morgenochtend is dat ook nog het geval. Later gaat de sneeuw over in regen. In de loop van de donderdag klaart het van het westen uit op. En smiddags wordt het 5 tot 9 graden. De wind draait naar het zuidwesten. Vrijdag en in het weekend blijft het nagenoeg droog. Alleen in het zuidoosten kan op zaterdag wat regen of sneeuw vallen. Verder ligt de temperatuur aan de hoge kant: het wordt 5 tot 8 graden en er staat niet al te veel wind. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.